Een luchtwegaandoening is voor niemand fijn. Maar wat als er hulpmiddelen zijn die de klachten verhelpen? Vandaag bezoeken MedImprove en horen we alles over de nieuwste techniek. Patiënten kunnen bij ons terecht voor allerhande longziekten, gewone consultatie, astma, COPD. Ondertussen zien we ook long-covid-patiënten, waarbij we op die beeldvorming toch ook kunnen zien dat er afwijkingen zijn op de bloedvaten. En met de revalidatie die ze hier kunnen volgen, zien we daar toch een grote verbetering in. Patiënten kunnen gewoon op consultatie komen bij de longarts, maar we hebben ook respiratoire kinesisten. Voor sommige patiënten is het belangrijk om ook een revalidatieprogramma te volgen. Het is dankzij de uitgebreide diagnostiek van de beeldvorming, van wandeltesten, krachttesten, longfunctie, ergospirometrie, dat er een heel patiëntspecifiek programma kan worden opgesteld. We zien ook dat er evolutie zit, dat de patiënten beter worden en dat is ook heel motiverend voor die patiënten zelf. We evolueren mee op basis van wetenschappelijk onderzoek dat we met de uitgebreide diagnostiek gaan zien wat de patiënten nodig hebben. En die therapie gaan we geven. We verzamelen alle data van de beeldvorming en de klinische data van de patiënt, ook de longfunctietesten, krachttesten, ergospirometrie, in een hele grote databank. En van daaruit gaan we zelf wetenschappelijk onderzoek doen om de technieken verder op punt te stellen.